Er zit 10 liter water in mijn oor. Hey allemaal, superleuk dat je weer kijkt. Hier Noelle, video ranger van Burger Show. Vandaag staat mij weer een challenge te wachten natuurlijk. En het heeft met haring te maken. Deze challenge krijg ik van... Hey, Erwin. Erwin, heb jij de challenge toevallig? Ik heb de challenge. Lukt het jou om de juiste haring voor de robben te selecteren? Voor niet te klein. Robben te selecteren? Ja, je moet ze uitzoeken. Ik ben heel even kwijt wat robben zijn. Hoe doen we? Ringrobben, die gaan we ook voeren. Ringrobben? Ringorenrobben. Maar eerst gaan we dus de haring selecteren. En gaan we kijken welke soort haring voor de... Ringorenrobben is. En er is mij ook gevraagd of ik ook haring wil selecteren voor de pingwings alvast. De challenge is dus dat ik deze heerlijke visjes moet sorteren. Dus wat voor de robben is en wat naar de pingwings gaat. Voor mij zien ze echt er precies hetzelfde uit. Heb je een hint voor me? De robben is heel groot. Dus wat denk je met de vis? Hoe groot moet zijn? Ja, gewoon lekker de grote haring die gaan naar de robben en de kleintjes die gaan naar de pingwings. Oké, okay. Maar waarom kunnen pingwings en robben hetzelfde eten? Ze eten vis, het zijn wel viseters. Ja. Alleen als je een pingwing een te grote haring geeft, kan ze en een rob kan alles op, maar ja, dat is gewoon zonde om een kleine vis dan aan hun te geven. Nou, jullie zien er allemaal hetzelfde uit, dus ik zou echt niet weten wie van jullie naar de pingwings moet en wie naar de robben. Maar goed, groot en klein. Maar voor mij zijn jullie echt allemaal dezelfde maat bijna. Ik weet niet, maar ze zijn allemaal even groot. Ja, oké, dat is wel echt een kleintje, dat snap ik. Maar ik heb hier 3 bakken. Eén bak voor de ringrobben, 2 voor de pingwings. Ik zou zeggen dat deze 2 best wel klein zijn, dus dat die naar de pingwings gaan. Of vind je deze aan de grote kleine is dikker vooral? Onderste voor robben, bovenste voor de pingwings. Oké. Maar ik dacht heel eventjes dat ze blind waren, omdat ze eentje heeft echt bijna rode glazige ogen. Ja, dat is gewoon de kleur. Kijk hier. Het is echt een alien. Echt geweldig mooie ogen. Het zijn echt roofdieren. Ja, want je zegt wel dat het roofdieren zijn, maar eigenlijk vind ik ze heel erg schuw. Maar ze hoeven niet te jagen. Ze zijn alleen maar gewend om één persoon te voeren. Laat zeggen bij de tijgers. Als de tijger gewend is dat steeds maar één verzorger naar de tijgers loopt, dan denk ik, kom met z'n tweeën. Dus dan denk ik, wat gaat hier nou gebeuren? En meestal die tweede persoon is de dierarts. Daar zijn ze ook nooit zo fan van. En Erwin, ben ik geslaagd? Ja, ik ben geslaagd. Je kan het. Je kan bij ons komen werken. Woehoe! Weet je waarom ze nou ringrobben heten? Hier. Oké, nou mij is het gelukt om het juiste formaat haring aan de robben te geven. In ieder geval, ze leven dicht bij de kust bij de Noordpool. En het zijn dus roofdieren, maar dat gevoel kreeg ik niet heel erg, want ik vond ze eigenlijk heel lief. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal. En dan hoop ik dat je volgende week weer kijkt. Doei doei!